Ja, Piet opnieuw over bevrijdingsdag. Nee, doen we niet. John van Loen had ook nog gekund. Waarom Utrecht toch veel slechter is dan FC Groningen. Van Hanegem wilde niet. Ron Jans, ja, dat is een beetje voorspelbaar. Dat weet iedereen al. Dus heb ik het dit keer maar op atletiek gegooid. Ja, en als je dan echt spreekt over een corrivee, dan heb ik toch eigenlijk wel de juiste man. Tjeerd Doornbos. Tjeerd, 67 jaar ben jij nu. Je hebt ooit dus gezegd 2 jaar geleden van ik stop ermee. Is dat ook eigenlijk gebeurd? Heb jij die belofte ingelost? Nee, Piet, ik heb die belofte niet ingelost. En ik had daarvoor een racefiets aangeschaft en ik denk ik ga op de fiets. En dan die Belgische klassiekers, dat leek me geweldig. Ik heb een halfjaartje de fiets gehad. En ik vind het helemaal niks, dat hele fietsen niet alleen. Met een vakantie klom ik wel eens in Frankrijk en dat vond ik wel heel erg leuk. Ja, om nou af en toe even in de auto te springen en naar Frankrijk te gaan klimmen, dat wordt me toch te gek. Is dat fietsen, hè? Wat jij dus zegt, hè? Pijnig je dan te weinig je lichaam of zo? Is dat het grote verschil met lopen? Ja, ik vind je bent te lang onderweg. Dus verveling slaat toe, dat wil zeggen, fiets je in het begin nog niet zo hard natuurlijk. Als je echt hard gaat fietsen, dan heb je wel andere zorgen aan je hoofd. Maar ja, daar heb je wel gelijk aan. Lopen, meer pijn met het lopen. En het geeft me gewoon meer voldoening. Ik ben ook wel altijd doorgelopen toen ik heb gezegd, ik stop ermee. Maar ja, omdat ik nou door wil gaan, ik ga alleen nog marathons lopen. Jij wilde eigenlijk je verhaal kwijt om nu eindelijk eens voor de camera te ontzenuwen dat je eigenlijk helemaal niet bent gestopt. Nee, precies. Van Heintje Davids hebben ze het dan wel eens over, maar ja, zo voel ik daar helemaal niet. In eerste instantie, ik ben altijd wel doorgelopen, maar ik ken daar gewoon niet zonder. Het is gewoon mijn levensstijl. Ben jij nou het voorbeeld van, ik zeg altijd tegen mezelf, het wordt nooit een verslaving, maar is het bij jou wel een verslaving? Ja absoluut, absoluut. Ja, als je dat een verslaving noemt. Ik vind het geweldig en prachtig. Ik sta hier nou, maar ik moet een boodschapje doen straks. En ik heb vanmorgen denk ik al, oh, lekker vanmiddag weer trainen. En dat zeg ik al 30 jaar. Dat kan ik mezelf soms niet eens voorstellen. En wat moet de kijker zich daarbij voorstellen? Wat is dat even trainen? Nou, ik zal je vertellen waarom ik dat graag kwijt wilde verhaal. De 10,5 marathon, daar stop ik dus wel bij. Ik zou dat wel lopen in wedstrijden, maar ik ga alleen nog marathons lopen. Ja, maar dus die vraag stelde ik. Maar wat houdt dat dan in, zo'n middag? Training, waar moet ik dan aan denken? Nou, ik ga nou vanmiddag rondje Witte Molen, dat is 23 kilometer. En dat doe ik dan in ongeveer 11 per uur. Dat is mijn wedstrijdsnelheid voor marathontraining. 11 kilometer per uur en dan loop je 23 kilometer. Dus dan loop jij ruim 2 uur. Ja. Nog steeds geen gram verder, hè? Nee, maar dat is ook de eerste vereiste, Pieter. Elke kilo die je te veel hebt, scheelt je een minuut op de 10 kilometer. Echt waar? Dat is echt zo. Op dat niveau waar ik op loop, zeg maar. Hè? Hey, die marathon, ga je weer terug. Jij behoort, heb jij om en bij de 2,5 uur gelopen. Het is 2,32, nog 2,32? Ja. 7 keer. En nooit? 42ste. Ja? Ja. En nooit onder de 2,5? Nee, maar dat was nog in de tijd dat de trainingsschema's zo waren dat, ja. Ik was zelf een klein beetje een rommel met training. De trainster zei tegen mij altijd, Tjeerd, je bent niet te trainen, maar je bent wel te coachen. En dat is altijd zo gebleven. Had ik daar echt specifiek getraind zoals iemand anders dat tegen mij zou hebben gezegd, had ik een 2,29 gelopen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, mooi, hè? Ja, dat is prachtig. Ja, ik herinner mij nog Dolph Jansen, hè? Die liep 2,30.02. Ja. 1 seconde. Hoe ziek ben je dan, Tjeerd? Ja, daar ben je 2 weken vreselijk ziek van. Ja, later heeft hij wel 2,28 gelopen, maar dit even tezijde. Maar die marathon, hè, kun je dat eens uitleggen wat dat precies is? Wat is dat, die verslaving van de marathon? 42 kilometer en 195 meter. Doe jij er trouwens nu op dit moment ongeveer 3,5 uur over? Nou, ik hoop in oktober tussen 3 uur 15 en 3 uur 20. Dat is natuurlijk geweldig op jouw leeftijd. Ja, want weet je waarom, Piet? Ik heb op alle afstanden in mijn masterstijd een Nederlands kampioen geweest en medailles gehaald. En op de marathon, verdorie, is met ongeluk al een 4e plaats. En dat is eigenlijk ook mijn drijfveer nou. De hele zomer te trainen voor die marathon in oktober. Ik geniet er nou al van, hoor. Ben je ook weer een gezellige man thuis? Ja, maar ik ben altijd een gezellige man thuis gebleven. Ook toen je niet liep? Ja, maar met blessure dan ben je nog wel eens wat chagrijnig. Maar dat zei mijn vrouw er wel boven, weet je wel. Die wist wel hoe ze met mij aan moest. Maar wat zegt zij ervan? Want ik bedoel, dat stoppen, dat is natuurlijk een beetje een ad hoc beslissing geweest, hè? Ja, dat had ik nooit moeten zeggen. Nee. Simon Vroemen zei ook, ik stop ermee. Nou, je weet waar die nog loopt. Maar ja, het is liefde voor die loopsport, dat krijg ik er niet meer uit. En dan heb ik net weer een artikel gelezen over die Engelsman, die 77-plusser. Ik weet niet of jij het toevallig hebt gelezen.
3:03 op de marathon. En als je dat dan zo weer leest, wat die man, ik zeg, ja, hey. 3:03 op de marathon van de 77-jarige, dat is toch een exceptioneel geval? Ja, enigste in de wereld. Enigste in de wereld. Hoe kan dat? Ja, maar ze kunnen het ook niet bewijzen. Medisch is ook niet te verklaren. Maar stel dat het wel zo is, hoe krijgt zo'n man het voor elkaar op die leeftijd? Ja, ik weet het niet, Pieter. Ik heb daar helemaal geen verklaring voor. Nee. Dat lopen, hè? Ik bedoel, jij zegt die training van jou, 23 kilometer, 30 kilometer. Heb jij nooit het gevoel van als je eraan begint van, oh, ik heb geen zin? Nee, ik heb altijd zin. Altijd. En wat is dan maar het mooie nooit ervan? Ja, dat is die verslaving, denk ik, Piet. Ik moet de deur uit. En als ik de één keer uit de deur uit ben, dan is het gewoon leuk en mooi. En, ik bedoel, elk grasprietje langs de kant kan ik zo langs de hand. En ik heb allerlei trainingsroutes, Witte Molen, Pijzen, nou ja, noem maar op. Loopbaan doe je nooit op de sportschool? Nee. De sportschool binnen vind ik niet leuk. Nee. Zo Jan Hoekstra, die loopt, ja, die, hoe oud is Jan? Die is 55 jaar. Ik weet niet hoeveel marathons en halve marathons die heeft gelopen. Maar die loopt soms op de loopbaan. Loopt hij 20 kilometer. Dat is hard, hè, Jeert? Ja, dat is wel hard. Maar hoe hard loopt hij, dat weet ik niet. Maar de afstand is wel ver. Maar wat daar leuk aan is, dat zou ik niet weten. Jij wil de wind gewoon voelen. Ja, zeker. De weerstand, de wind, de regen, en storm, en sneeuw en ijs, noem maar op. Dat is gewoon heerlijk. Hey, terug naar dat stoppen, want dat is een beetje de invalshoek. Hè? Waarom zat jou dat zo dwars? Dat ik zou gaan stoppen? Ja, dat je dat gezegd hebt. Ja, omdat ik dus niet gestopt ben. Ik had het gewoon niet moeten zeggen. Maar op zo'n moment had ik van alles en nog wat bereikt op mijn niveau dan. We praten al over mijn niveau. Hè? Het is natuurlijk geen wereldtop. Alhoewel ik op mijn 47ste 1:07 op de halve marathon liep. Dat is 4 minuten achter een tweede rangs Keniaan. Zo zeg ik dat altijd maar. Maar waarom zit me dat zo dwars? Ik had het gewoon niet moeten zeggen. Want ik wist, toen ik het zei, wist ik al wel dat, niet zo, dat ik zacht door zou lopen. Dus op het moment dat jij het zei, toen dacht je bij jezelf, dit kan ik nooit waarmaken. Nee, precies. Zo is het helemaal. Maar wat was het dan? Was het een soort bescherming? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Mezelf het wijs maken. Om toch van te denken, nou stop er dan toch maar mee. Maar is het elke keer weer voor jou een nieuwe uitdaging? Zoek je altijd weer naar iets waarvoor je het doet? Ja, de uitdaging om een goede tijd te lopen, dat is een klein beetje, ja, want ik weet precies wat ik wel en niet kan. Dus ik kan niet zeggen, ik loop vandaag 1:10 en morgen zit er misschien wel een 1:08 in. Dat is helemaal voor, daar heb ik de leeftijd gewoon tegen. Maar om de afstand uit te lopen in de tijd die ik in mijn hoofd heb, en als dat dan lukt, ja, dat is gewoon geweldig. En dan natuurlijk, er zijn wat meer 60-plussers gekomen in het noorden, goede 60-plussers. Dus competitie is er wel. Die competitie, dat woord wil ik horen. Want die competitie ben je altijd aangegaan. Hè? Dan zeiden ze van, Thierry Doornbos is de snelste 60-plusser. Van het noorden of van wat ben je geweest? In Nederland ben ik er al wel geweest. Oh, in Nederland, ja. Ben je. En wie had je dan als concurrent? Veenhuizen? Veenhuizen is een geweldige loper tot en met de 10 kilometer. Echt een geweldige jongen. Hè. Maar ik zag ze ook noorden in het westen. Ik zocht altijd een hele grote wedstrijd in het westen op. En daar liep ik in Egmond aan Zee liep ik onder de 1:10. In de City B City loop ik onder de 1:10. En dat zijn wedstrijden. Kijk, de loopcircuit in Groningen is fantastisch. Maar je moet je concurrentie opzoeken. 60-plussers in het westen, 50, 60 stuk sta je dan bij. En dan waarvan 15% op niveau loopt. Als ik hier 60-plus loop, ja, dan ben ik altijd bij de eerste 5. Ik bedoel, dan kun je donder op zeggen. Nee, ik heb altijd de competitie. Ook Europese kampioenschap heb ik gelopen. Wereldkampioenschap in mijn klasse. Dat zocht ik altijd op. Dat vind ik het allermooiste. Ik moet wel competitie hebben. Competitie, dat hoort er allemaal bij en zo. En tot slot alweer, want het gaat zo snel. Ik moet hem eigenlijk niet stellen, maar ik doe het wel. En waarom ik het doe, weet ik eigenlijk niet. Maar dek je wel in, hè? Ja. Hoe lang ga jij nog door? Ik ga nog door tot mijn lichaam echt zegt, en nou moet het, dan moet het gestopt. Als ik na de training de hele week spierplein blijf halen, dan moet ik er eens over nadenken om te stoppen. En hoe kom jij nu dan thuis na een training? Nou, ik heb natuurlijk elke morgen een beetje spierpijn. Maar dat is leeftijd, dus, maar dat is s'avonds weer weg. Dus ik kom altijd gezond uit de training. Dus resumerend, jij luistert naar jouw lichaam. En als het op een bepaald moment zegt van stoppen, dan pas kan jij het aangeven. Ja, dan kan ik het aangeven. Ik denk dat ik er dan ook klaar mee ben. Maar dat kan ook wel over 10 jaar zijn. Ja, precies. Misschien wel over 20 jaar, weet je dat. Echt waar? In Amerika loopt een 100-jarige nog 3 minuten op de 100 meter. Wel? 3 minuten op de 100 meter, maar die wil er gewoon alleen nog bij zijn. Maar om met te zeggen van, ik denk dat ik op niveau, Europees niveau, nog
zeker een jaartje of 2, 3 wel mee kan. Kijk, op bepaalde tijden, als ik daaronder kom, ik blijf wel lopen. Maar dan zou ik misschien de chip niet in de schoen doen en dan zit ik niet meer in de wedstrijd. Camera is voor jou, Tjeerd. Jij zegt in de camera, beste kijkers, voorlopig ga ik nog gewoon door. Nou, dat zeg ik dan tegen mijn vrouw Gea. Fantastisch die steun. Ik ga gewoon door. Hartstikke mooi, jongens. Ja, Tjeerd door, dus we moeten verder van zijn. Het is een instituut en mooi ook dat hij zijn vrouw dan bedankt met de... Bedankt Gea, ik ga gewoon door. Nou, ik moet ook mensen bedanken natuurlijk. Wat was natuurlijk, gisteren was het natuurlijk een geweldige zondag. En mooi weer. En overwinning. En 20.000 cd's ligt er. Iedereen die mij geholpen heeft natuurlijk. Van harte dank. En ik beloof nu nogmaals voor de camera. Het was eens, maar nooit meer.